Ring aangegeven dat het nu voorliggende plan op basis van de geldende criteria niet passend is. Economisch niet haalbaar en de parkeerbalans voldoet niet aan de normen. Graag breng ik u nogmaals de vier uitgangspunten van de VVD onder de aandacht. We stoppen met de huidige economische niet haalbare plannen. We knappen en herinrichten het parkeerterrein op. Samen met de ondernemers komen we tot het opereren van de Laanstraat. En met de ondernemers sluiten we een convenant af tot het komen van het parkeren van de auto's van de medewerkers buiten het centrum. Tijdens datzelfde debat heeft de VVD aangegeven medewerking te willen verlenen aan ontwikkelingen die wenselijk zijn voor ons dorp. De VVD-fractie is van mening dat het zomaar verplaatsen van de HEMA naar de Laanstraat zonder deugdelijke onderzoeken wat de gevolgen zijn van die verplaatsing zijn voor de achterblijvende locatie en het gebied daaromheen veel te kort door de bocht is. Daarnaast kent de VVD-fractie de gevolgen niet van de parkeer- en verkeersstromen die zullen ontstaan als deze ontwikkeling er komt. In combinatie met de 400 vierkante meter gebruik van het parkeerterrein zou het misschien effectief renoveren van het parkeerterrein onmogelijk gemaakt worden. De argumenten van de BOP om tot de ontwikkeling over te gaan staan in schril contrast met de uitlatingen van de fractievoorzitter van de BOP in het verleden. Is het de BOP niet geweest die tijdens de raadsvergadering van 29 juni 2011, behandeling van het concept ontwikkelingsplan Centrumontwikkeling Parkeerterrein Laanstraat, het volgende over het parkeren heeft gezegd? En ik citeer: ik was vandaag op het parkeerterrein Laanstraat en heb daar een aantal foto's genomen. Als u echt geïnteresseerd bent, kunt u de foto's komen kijken. En er was vanmiddag geen parkeerplaats meer vrij op het parkeerterrein Laanstraat. Einde citaat. Hieruit moesten wij kennelijk opmaken dat het parkeerterrein vol is. En nu roept de BOP op de parkeernorm los te laten. Als wij dit besluit nu zouden nemen... Interruptie van de heer Kapstel. Echter, dan gaan we niet de voorzitter om op te merken dat dat nou precies een schot in de roos is. En ik dank de fractievoorzitter van de VVD dat hij dit citaat aanhaalt. We hebben het over 2011. Inmiddels zitten we in 2014. En de wereld is volstrekt veranderd. En als je dat niet wil zien, en kennelijk wil de fractie van de VVD dat niet zien, ja, dan is dat, dan vind ik dat eigenlijk alleen maar spijtig. Want dat staat zoveel ontwikkelingen dan in de weg. Als we kijken naar het parkeerterrein Laanstraat, ik kan hem nu foto's laten zien waaruit blijkt dat het parkeerterrein over het algemeen voldoende plekken biedt. En als regelmatig is kort, dus ik denk dat het voldoende uw punt gemaakt helder is. Maar wat ik dus aan wil geven ik is, denk dat 2014 is niet 2011. Meneer Kouwstel. De heer Luiten. Ik kan de heer Kouwstel ook foto's laten zien van het parkeerterrein waar het wel vol staat. Het is allemaal willekeurig. Wanneer u het denkt dat het handig is, maandagochtend, dan kan ik ze ook maken, staat het niet vol. Maar er zijn andere momenten dat het ruimschoots vol staat op de parkeerplaats. Ik ga door. Hieruit moesten wij kennelijk opmaken dat het parkeerterrein vol is. En nu roept de BOP op de parkeernorm los te laten. Als wij dit besluit nu zouden nemen, is de Raad onverantwoord bezig en handelt het naar willekeur. Ik wil u nog een citaat van de BOP niet onthouden. Tijdens de raadsvergadering van 30 september 2009, weer over dezelfde centrumontwikkeling Laanstraat, sprak de fractievoorzitter van de BOP de volgende woorden uit. Ik citeer: wij wijzen het plan af. Dat mogen duidelijk zijn. Op een gegeven moment moet je toch ophouden. Je kunt toch niet blijven doorgaan met het volplempen van waren met woningen. Einde citaat. Voorzitter, graag wil korte ik u... interruptie van de heer Kouwstel. Korte en met interruptie. Ik vind het altijd leuk om in het kader ook van de geschiedenis en de verslaglegging geconfronteerd te worden met uitspraken in het verleden. Maar die uitspraak is gedaan in 2009 en toen stond de complete herontwikkeling van het parkeerterrein Laanstraat op de agenda. De bouw van twee supermarkten, de bouw van een groot aantal extra winkels en bedrijfsruimte. De bouw van een parkeergarage. Ik weet niet of de fractievoorzitter van de VVD nog met meer citaten komt. Nogmaals, altijd leuk om aan te horen. Maar ze snijden absoluut geen hout. In ieder geval wat mij betreft. Tot zover, dank u. De heer Luiten, vervolgt zijn betoog. Nou, het is fijn dat de heer Kouwstel zich opwint over de citaten, maar het zijn toch echt de woorden die hij regelmatig herhaalt in de stukken die hij in de krant plaatst. Dus in dat opzicht ga ik nog even rustig door. De heer Kouwstel. Meneer de voorzitter, ik ontken het ook niet. Nee, ik zeg alleen dat onze fractie rekening houdt met voortschrijdend inzicht. En de fractie, dat moet constateren, van de VVD dus niet. Dank u. De heer Luiten. De heer Blokker bij interruptie. Ja, even ingaan op dat laatste. Ik ben nog niet tot de conclusie gekomen dat de VVD-fractie hier een eindconclusie uittrekt.
De heer Luiten, hij mag weer aan. Dank u wel, voorzitter. Op de website van de BOP staat een artikel van 12 oktober 2010. Ja, weer een aantal jaar geleden. Maar die is wel aardig. Randvoorwaarden over bouwnormen moeten uitsluiten dat er opnieuw bouwmassa's in het centrum verrijzen die niet passen in het dorpse karakter van Baren. Het creëren van nieuwe winkels is wat ons betreft uit den boze. Op dezelfde website lezen we een artikel van 11 april 2011. Zo is er sprake van relatief veel ongewenste leegstand en tekent er zich een zekere verpaupering af in het centrum winkelgebied. Los van de afloop aan deze discussie is de vraag of het centrumgebied van Baren wel zit te wachten op meer winkelruimte. En als laatste wil ik nog in herinnering roepen de woorden van de heer Koudstad tijdens de debatvergadering van 15 januari 2014, jongstleden. Tijdens deze vergadering spreekt de heer Koudstad zich wederom tegen door eerst te stellen: alleen al het idee extra winkels toe te voegen aan het centrum van Baren is absurd. En daarna aan te geven: de herhuisvesting van de HEMA in het centrum van de Laanstraat kan een positieve uitwerking hebben op de winkelstand in de winkelstraat. Dit getuigt allemaal niet van consistentie, laat staan van doordachte ideeën. Dit is te belangrijk voor het dorp van nu en voor het functioneren van het dorp in de toekomst. De VVD staat voor een gezond en vitaal centrum. Een centrum dat zijn aantrekkingskracht heeft op de regio en daarmee de vitaliteit waarborgt. De VVD-fractie vraagt de wethouder om samen met de coöperatie snel te komen tot een eenduidige inrichting van het centrum als geheel. We juichen het initiatief van de coöperatie toe. De VVD wil investeren in het dorp, in de inrichting van de Laanstraat, de Brink en de Brinkstraat en op het maken van meer parkeerplaatsen. Winkeliers, inwoners, maar ook ontwikkelaars mogen van ons verwachten dat er sprake is van een consistent, betrouwbaar en doordacht beleid. Dat er rekening mee wordt gehouden met ieders belang. Wij meten niet met twee maten. Zoals tijdens de vorige vergadering al gezegd, er is genoeg gesproken. De handen uit de mouwen en ga aan de slag. Dank u wel. Dank u wel. De heer Geurtsen. Dank u, voorzitter. Het lijkt een leuk plan om nu even snel te zorgen dat Bastion samen met Van Wijnen kan gaan bouwen op en rond het parkeerterrein aan de Laanstraat. Het CDA heeft steeds aangegeven, samen met de andere partijen, dat een snelle oplossing in het centrum niet gevonden kan worden als niet aan de randvoorwaarden wordt voldaan. Wij willen een goede ontwikkeling van het gebied dat voldoet aan alle uitkomsten die eerdere onderzoeken hebben aangegeven. Onderzoeken die gaan over verkeerscirculatie, het parkeren, onderzoek naar de wensen van de consument en de ondernemers en het koopstroomonderzoek. De motie bewijst dat er door de indieners onvoldoende inzicht is in al die resultaten van deze onderzoeken. Simpelweg een beetje kort door de bocht. Het CDA wil zorgvuldigheid in de ontwikkeling en daarom hebben we al eerder met andere partijen aangegeven in onder andere een motie dat het college wel moet blijven praten met de ontwikkelaars met als uitgangspunt de door de raad in meerderheid vastgestelde randvoorwaarden. Dit naar aanleiding van de constatering door de raad dat een integrale ontwikkeling niet mogelijk was. En ook daar is met grote zorgvuldigheid door deze raad mee omgegaan. Het bevreemdt onze fractie overigens zeer dat de indieners van de motie nu wel voor verplaatsing zijn van de HEMA. Maar in eerdere discussies het verplaatsen van C1000 een enorme bedreiging te vinden voor de andere winkeliers en winkels in het Barentse centrum. 6 jaar lang heeft de BOP alle plannen megalomaan. Interruptie van de heer Koudstaan. Meneer de voorzitter, we hebben het nu weer over de integrale aanpak die van de baan is. Over consistent beleid gesproken. Het is wel iets anders, hè? De HEMA naar de Laanstraat als trekker voor het publiek, mogelijk. Of het vertrek van de C1000 uit de Laanstraat, waarmee de Laanstraat een publiek trekker verliest. Je kunt toch geen appels met peren vergelijken? Verder gun ik de fractievoorzitter van het CDA natuurlijk alle ruimte om met zijn verhaal door te gaan. Dan, dat doe ik. Ik geef die ruimte. En ik geef u iets minder ruimte, want u valt in de herhaling. Ik denk dat u in de tweede termijn daar op een aantal punten in kan gaan.
De heer Geurtsen vervolgt zijn betoog. Ik voel mij zeer vereerd. Het bevreemdt onze fractie overigens zeer dat de indieners van de motie nu wel voor verplaatsing zijn van de HEMA, maar in eerdere discussies het verplaatsen van de C1000 een enorme bedreiging te vinden voor de andere winkels en de winkeliers in het Baarnse centrum. Dat is een herhaling van net. 6 jaar lang heeft de Bob alle plannen megalomaan genoemd en nu via een motie moet er even snel iets gebeuren. We hebben inmiddels allemaal de reacties gezien en gehoord van de coöperatie van ondernemers in het centrum van Baren en anderen. In de debatraad van januari hebben alle partijen met de pijlnota nog eens aan kunnen geven wat er moet gebeuren. En van dit college verwachten we dat hij nog met antwoorden van en over die pijlnota komt en oplossingen aan gaat geven. Oplossingen die gezocht worden met de ontwikkelaar en eigenaren en die tot tevredenheid zullen zijn van allen. Ook de ondernemers en consumenten en gebruikers en bewoners van het gebied. Het is de CDA-fractie te makkelijk om de parkeerproblematiek nu bij de gemeente neer te leggen en geld te gaan steken in bijvoorbeeld het verplaatsen van bomen op de Brink om een betere parkeerbalans te krijgen. In de motie vragen de indieners om met Bastion in overleg te treden om te komen tot uitvoering van dit plan. Nee, niet dit plan. Dat voldoet niet aan de randvoorwaarden die eerder door deze raad zijn gesteld. Ja, wel overleg. Maar wij als CDA-fractie zijn ervan overtuigd dat deze wethouder wekelijks hier overleg overvoert met de plannenmakers. Lees de memo van vandaag van het college. Dat hoeven we dus niet meer in een motie te vragen. Dat overleg is al toegezegd en regelmatig gevoerd. Kortom, we zullen de motie niet steunen en vertrouwen erop dat college en wethouder blijven proberen plannen aan de raad voor te leggen die voldoen aan alle door de raad gestelde randvoorwaarden. Zoals afgesproken ook in de discussie bij de pijlnoten van het college. Dank u wel. De heer Stroom. Ik ga het rijtje af, dus dan hoeft u niet elke keer uw vinger op te steken. Het is wel zo makkelijk. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, toen ik het verhaal las, dacht ik een wonderlijke motie. En die naar het idee van mijn fractie ook ja, deels overbodig en deels onverstandig is. En ik zal dit uitleggen. Waarom wonderlijk? 2 weken geleden zaten wij in de debatraad bij elkaar en was raadsbreed de conclusie dat de raad niet bereid was om in de 2 toen voorliggende projecten te investeren. Ook niet door het aanpassen van de parkeernorm voor deze projecten. Immers, dit leidt tot kosten voor de gemeenschap wanneer op andere plaatsen nieuwe parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. Nou, en de bijgaande vraag is eigenlijk of er überhaupt wel ruimte is om op andere plekken parkeerplaatsen aan te leggen, maar dit terzijde. Wel werd toen de suggestie gedaan aan het college en betrokken partijen om nog eens met elkaar te praten. In hoeverre er binnen de nu door de raad gestelde kaders nog ruimte is om tot elkaar te komen. Daarnaast was er brede consensus over het beschikbaar stellen van middelen voor het opknappen van het parkeerterrein, waarbij door een aantal fracties al aangegeven werd dat het niet alleen op het parkeerterrein zou moeten gaan, maar relatie zou moeten worden gezocht met het hele centrum. Het college heeft aangegeven hiervoor een voorstel op te stellen. Ja, wonderlijk ook dat de Bob opeens een plan omarmt waar het de afgelopen jaren nooit iets wilde. Op en rond het Laanstraat parkeerterrein. De Bob vraagt nu eenzijdig voor het plan van Bastion van Wijnen de parkeernorm los te laten. Waarom is dit vorige week niet ingebracht? Maar goed, ik snap het. Het is verkiezingstijd. Het grootste deel van de motie is dus overbodig. De ruimte voor het college om met Bastion van Wijnen door te praten is er. En een voorstel over het parkeren en het opknappen van het parkeerterrein in overleg met omwonenden en winkeliers is al door het college toegezegd. Dan het puntje onverstandig. Ten eerste, de Bob kiest nu heel duidelijk voor het mogelijk maken van het plan van Bastion en van Wijnen. Naar het idee van D66 frustreert dit het overleg van het college met Bastion en van Wijnen. Je geeft zomaar je onderhandelingspositie weg, wat uiteindelijk best wel eens tot kosten zou kunnen leiden voor onze inwoners. Ten tweede, het nu voor 1 project loslaten van de parkeernorm leidt tot een ongelijke behandeling van verschillende projectontwikkelaars. Voor andere projecten in Baren hebben en houden we wel vast aan die parkeernorm. Het kan dus leiden tot een soort precedentwerking, met alle gevolgen van dien.
In de brief van de winkeliers wordt aangegeven dat het uitbreiden van het aantal parkeerplaatsen een harde voorwaarde is voor het verbeteren van het economisch klimaat in het centrum. Als ik dan verder de brief van de winkeliers lees, dan denk ik, goh, dit komt me wel bekend voor. Volgens mij heb ik dit zelf ook meerdere malen uitgesproken de afgelopen 4 jaar. Al geruime tijd geleden heeft D66 aangegeven, stop met de voorgenomen ontwikkelingen. Ga kijken hoe je samen met de winkeliers een impuls kan geven aan de levendigheid en de economie van ons centrum. We zijn steeds bereid geweest om hierin te investeren en niet alleen in het opknappen van het parkeerterrein. Wat wil D66 dan? We hebben eerder al aangegeven dat het plan van Bastion van Wijnen een charmant plan is. College, praat hier de komende periode verder over en kijk of er binnen de door de raad gestelde kaders nog mogelijkheden zijn om tot elkaar te komen. Wat ons betreft is er ook nog steeds ruimte voor een project in de andere hoek. Door de projectontwikkelaar daar gestelde voorwaarden lijken op dit moment echter onoverbrugbaar. En misschien is het dan ook beter om te kijken naar andere mogelijkheden voor de Kooihoek. Ook dit hebben we al vele malen eerder uitgesproken. Een interruptie van de heer Snijders. Pleit D66 hier nu voor een boodschappenplein met Aldi, C1000, de HEMA en mogelijk nog een andere supermarkt? Dat geeft u nu aan dat dat wenselijk zou zijn? Nee, daar pleit D66... Dank u wel, voorzitter. Nee, daar pleit D66 niet voor. D66 geeft alleen aan dat indien ondernemers daar ruimte willen om iets te ontwikkelen, dat dat bespreekbaar blijft. En D66 is van mening dat er wel iets moet gebeuren met de oude garage Kooi. Want ja, om dan maar even met het CDA te spreken, die rotte kies die moet wel getrokken worden, zou ik zo zeggen. En op niet al te lange termijn. De heer Snijders. Nogmaals, u zegt HEMA een charmant plan. Als u dat dus een charmant plan vindt, ja, het is het een of het ander. Of u pleit voor al die C1000 zonder HEMA of met HEMA. Dus wat is uw standpunt? Ja, de heer Stroop. Ik weet niet of ik in de debatraad beland ben, maar goed. Maar het is een korte interruptie, een vraag en dus een kort antwoord lijkt me voldoende. Oké. Nee, het standpunt is dat daar naar gekeken kan worden. Laat het college verder overleggen. En natuurlijk is het van belang, wat ook de VVD al aangegeven heeft, dat daar evenwicht blijft bestaan in het centrum, ook op de Brink. Want de verhuizing zonder een goede nieuwe huurder van de achterblijvende HEMA, ja, dat lijkt ons niet wenselijk. Want dat is de dood voor Brinkstraat en het parkeerterrein op de Brink aan zich. Dus dat lijkt ons niet wenselijk. Dank u wel. Ik denk dat de heer Stroot duidelijk antwoord heeft gegeven op uw vraag. En als u aanvullende punten heeft, kunt u die gewoon in uw eigen betoog in eerste termijn naar voren brengen. De heer Stroot. Goed. Ga verder met winkeliers en omwonenden werken aan een centrumvisie die in stapjes ertoe leidt dat we op de lange termijn een levendig, vitaal en economisch sterk centrum houden. En nogmaals, D66 is bereid de komende jaren te investeren in het centrum. Nou, en dan nog even over parkeren. Want daar ging het toch voor een groot deel van de avond over. Het lijkt D66 goed om een breed onderzoek te doen naar de parkeerbehoeften. De komende jaren en de mogelijkheden die daarvoor zijn in het centrum. Onlangs heeft een van onze kandidaatraadsleden hierover ook een ingezonden brief geschreven. En ook de winkeliers hebben hier al een aantal opmerkingen over gemaakt in hun brief. Zoek naar creatieve oplossingen waarbij bijvoorbeeld ook toekomstige centrumontwikkelingen tijdelijk kunnen bijdragen aan het vergroten van de parkeerruimte. Nou, het mogen duidelijk zijn, wij steunen de motie niet. Dank u wel, de heer Blokker. Dank u wel, voorzitter. Tot onze grote verbazing, ook onze verbazing, dient de BOP deze motie in. De fractie van de Partij van de Arbeid steunt deze niet. En waarom niet? Tijdens de laatste vergadering van deze raad is een pijlnota over het parkeerterrein Laatstraat besproken en ook over dit ingediende bouwplan van Bastion. Onze fractie heeft toen op basis van eerder door deze raad vastgestelde voorwaarden het plan Bastion afgewezen. Een goede parkeerbalans, voldoende parkeerplaatsen en geen gemeentelijke bijdrage waren en zijn een van de belangrijkste beoordelingscriteria. De BOP ondersteunt, nog voor de wethouder met de resultaten van het overleg met de indieners van de plannen naar buiten komt, het plan van Bastion. Voorzitter, de BOP twijfelt in een van de vele ingezonden brieven aan het lange termijn geheugen van de Baarnse inwoners.
en dacht in dit geval nog even het verloop van de nieuwbouw op de Oosterhei te schetsen. In dit geval wil ik graag het lange termijn geheugen van de heer Koudstaal nog even opfrissen. En naar onze mening kan dat niet vaak genoeg, al is dat maar voor een ieders historisch besef. Het bastionplan omvat onder andere, zoals gezegd, het verhuizen van de HEMA naar het parkeerterrein. Hierdoor wordt 1500 vierkante meter extra aan detailhandel toegevoegd. Juist de Bob heeft zich altijd tegen deze uitbreiding verzet. De Bob heeft ook altijd sterk geageerd tegen verhuizing van C1000. Ook eerder genoemd, leegstand is de doodsteek voor het centrum. In deze motie hoorden wij de Bob niets zeggen over de effecten van deze leegstand van het huidige HEMA-pand. Alle onderzoeken met betrekking tot onder andere verkeers- en koopstromen werden door de Bob onderuit gehaald. En nu pleit de Bob zelf voor een onderzoek. Voorzitter, kunt u het nog volgen? Wij niet meer. Maar ik ga toch nog even door. De Bob gaat door het indienen van deze motie absoluut voorbij aan de wensen en visie van de coöperatie. De Partij van de Arbeid heeft niet voor niets de slogan samen voor Baren. In de vorige raadsvergadering hebben wij een oproep gedaan en de wethouder verzocht samen met Bastion en DAV nogmaals naar de plannen te kijken. Waarbij de eerder genoemde voorwaarden, parkeerbalans, financiën, leidend moeten zijn. De fractie van de Partij van de Arbeid wacht deze resultaten met grote belangstelling af. De afgelopen jaren heeft de Partij van de Arbeid zorgvuldig, transparant en een toekomstig bestendig centrum altijd voor ogen gehouden. De komende gemeenteraadsverkiezingen doen voor ons daar niets aan af. Wij blijven hechten aan kwaliteit, maar bovenal aan overleg met betrokkenen. Hierbij is een consistente houding en standpunt vereist. En dat juist ontbreekt bij de Bob. Dank u wel. De heer Genuit. Ja, dank u wel. Mijn fractie wil ook even refereren aan de debatvergadering van 2 weken geleden. Waar wij ons positief hebben uitgelaten over het bastionplan. Maar ook moesten constateren dat aan dat plan problemen kleven. Wij hebben dus het college de suggestie meegegeven om het tekort aan parkeerplaatsen wat dat plan kent, om dat door middel van instellen van een parkeerfonds en dus een storting in dat parkeerfonds te compenseren. Wij hebben het ook gehad over alternatieven voor het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen. Het zogeheten 4B-beleid, parkeerbeleid, waar je eerst kijkt naar een betere benutting van de bestaande parkeerplaatsen, het beïnvloeden van bijnaars om te proberen ze te bewegen op andere manieren naar het centrum te komen dan in de eigen auto, beprijzen van parkeerplaatsen en pas in de allerlaatste plaats, wanneer die 3 eerdere maatregelen onvoldoende soelaas bieden, over te gaan tot het bouwen van nieuwe parkeerplaatsen. Dat zijn de punten die wij het college hebben meegegeven en we zijn eigenlijk geneigd om te wachten op waar het college straks mee komt na overleg met de ontwikkelaars en eventuele voorstellen in dat licht te beoordelen. En wij vinden dat deze motie op dit moment zullen wij deze motie niet steunen. Dank u wel. Dank u wel. De heer Van Rossum. Ja, dank u voorzitter. Ja, ik heb helemaal niet de behoefte om eens flink af te gaan geven op de Bob over wat ze de afgelopen jaren hebben gezegd en waaruit nu zou blijken dat in die motie dat teniet wordt gedaan. Totaal geen behoefte aan. Ik ben er ook helemaal niet gelukkig mee dat dat gebeurt. Ik vind juist dat in die motie van die Bob, en daar begin ik dan maar mee, dat juist de Bob zich probeert laat ik dat maar even zeggen, de andere partijen toe te bewegen. Daar waar de Bob misschien jarenlang gezegd heeft, we willen niks en de andere partijen, we willen wel iets. Daarom zegt de Bob nu juist in de motie, nou, we willen wat. En nou, we krijgen deze reactie van andere partijen. Dus nou goed, dat als eerste. De motie lezende waren wij in eerste instantie daar best wel enthousiast over.
Namelijk het volgende. Ik memoreerde vorige week al in een debatraad dat wij... Nou, wanneer zijn we begonnen met de plannenmakerij? En ik stelde toen onder andere al dat nu januari 2014, als de plannen door waren gegaan die we in 2010 voor ons op tafel hadden liggen, dan had de parkeergarage er al gelegen. Nou, zover zijn we niet gekomen. En dus was ik wel verrast dat die motie hier op tafel kwam. Waarom? Er wordt nu in ieder geval een voorstel gedaan om in ieder geval iets te gaan ontwikkelen. De inhoud van de motie, daar kun je inderdaad wat vragen bij stellen. Dat doe ik ook. Maar ik vind van moed getuigen dat er in ieder geval iets wordt geprobeerd. En ik vind het goed dat het college in overleg gaat met Bastion, met DAV, om toch te bekijken wat zijn de mogelijkheden verder. Maar ik ben bang, en ik hoop het niet, maar ik ben bang dat dat ook weer gaat verzanden in niet haalbare plannen. En dat heeft puur te maken, en dat heb ik het vorige week in de debatraad ook al aangegeven, dat wij niet bereid zijn om misschien bepaalde randvoorwaarden los te laten. De Bob doet dat in deze motie, doet dat wel. En wij hebben wij in principe aangegeven, nou ja, we willen het parkeerterrein opknappen. Dat is niet voldoende, geloof ik. De heer Blokker bij interruptie. Ja, ik ben graag benieuwd welke randvoorwaarden de ChristenUnie los wil laten in deze. De heer Rossum. Nou, ik heb niet specifiek genoemd dat we bepaalde randvoorwaarden los willen laten. Maar als we vast blijven houden, en het is dat ik in de pijlnota specifiek al aan de randvoorwaarden. En we geven het college de opdracht mee, gaat binnen die randvoorwaarden praten met de ontwikkelaars. En kijken of je binnen die randvoorwaarden iets voor elkaar kan krijgen. Dan ben ik bang dat we over 4 jaar, bij de volgende verkiezingen, opnieuw deze discussie hebben. Ik vind dat we over onze eigen schaduw wat dat betreft heen moeten stappen. En we zullen zien wat eruit kan komen. Maar wij als ChristenUnie zijn best bereid om bepaalde randvoorwaarden los te laten. En natuurlijk ga ik hier niet zeggen van nou, dat betekent dat wij 2,5 miljoen euro beschikbaar willen stellen. Maar ik vind dat we breder en ruimer moeten kijken dan de nu door de raad vastgestelde kaders. En dat heb ik ook vorige week gezegd. Ik wil dat het college ook graag meegeven. Maar goed, die kaders liggen er nu eenmaal. De inhoud van de motie dan, daar stemmen wij niet mee in, hoewel wij hem best sympathiek vinden. En het heeft puur te maken eigenlijk de kwestie van, vind je dat er een parkeerprobleem is in Baren of vind je van niet? Nou, eigenlijk kun je hieruit opmaken uit de motie dat de Bob vindt dat er geen parkeerprobleem is. Nou, dan zou je van harte in kunnen stemmen met deze motie. Vind je dat er wel een parkeerprobleem is wat je integraal moet aanpakken? Ja, dan kun je eigenlijk niet instemmen met deze motie en dat doen we dan ook niet. Omdat je dan uiteindelijk een tekort aan parkeerplaatsen krijgt. En dat is denk ik echt de bottleneck voor de toekomst van het centrum van Baren. Dank u wel. Dank u wel, de heer Snijders. Ja, randvoorwaarden, daar gaat het steeds om. Wat wil je in Baren? Nou, Baren versterken wat de kwaliteit en kracht van Baren is. Als je naar Baren kijkt, dan zie je dat alle winkels in feite, als het om het centrum gaat, gewoon aan straten liggen, naar buiten gericht zijn. Niet op binnenterreinen. Ik zou ook een referentie willen maken naar ooit een galerijflat in de Nieuwe Oosterhei. De LTS heeft toen als eerste gezegd, dat is dus de helemaal tegen het karakter van wat daar is. Uiteindelijk is na heel veel gedoe die galerijflat van tafel gegaan. Wij zijn nu al jaren aan het praten met elkaar over een boodschappenplein. Dat is een inpandig plein. Dat is hoort niet bij Baren. Dat is in feite het plein wat elke duffe stad of dorp heeft, waar in feite dan de grootwinkelbedrijven bij elkaar liggen en in feite de klanten vasthouden, waardoor de klanten juist niet gaan uitzwermen door het dorp of die stad. Baren heeft gewoon een structuur nodig waarin mensen naar steeds stepping stones lopen en niet gekoppeld worden aan een bepaalde plek waar ze blijven hangen. De LTS was heel blij dat nu toch echt dat C1000 al die plan van die bundeling van tafel was. Want dat is in feite de doodsteek voor het centrum. Ook nog eens keer als die al die... De heer Luiten bij interruptie. Ja, dank u wel, voorzitter. Waar baseert u nou... Kijk, het feit dat u zegt van het verplaatsen van de C1000 en de Aldi is de doodsteek voor het centrum. Daar liggen andere onderzoeken. Hetgene wat u doet is feitelijk gewoon op basis van eigen interpretatie zeggen van dat we die verplaatsing, als dat geschiet, dat het centrum van Baren een doodsteek heeft. Als we kijken naar de pijlnota, als we kijken naar het rapport wat door de dorpsmanager geschreven is, heeft Baren gewoon extra stappen, voetstappen nodig in het centrum. En hoe krijg je die? Dat is ook in ieder geval in dat stuk geschreven. Dat betekent dat je voet moet toevoegen. Dagelijkse voetstappen.
Nou, en het verplaatsen van de C1000 met de Jumbo. Ja, hij komt daar. Met de verplaatsing van de C1000 zorg je ervoor dat er een Jumbo komt met 200.000 kassa-aanslagen per jaar extra. Dat betekent in ieder geval een toename van het aantal bezoekers in Baren. En daar is het ons toch om te doen, denk ik, meneer Snijders. Alle kleine zaken rondom aan de Laanstraat gaan in feite als eigen toko ook gekoppeld worden aan de Jumbo. Dus supermarkt, de LTS is daarvoor. Maar hou die gewoon gescheiden als stepping stones in het centrum, leg je ze bij elkaar. Leg je daarna nog schuin tegenover ook nog een keer een HEMA. De heer Blokker, dan heb je een beperkt plein gecreëerd. De heer Blokker, waarin... bij interruptie. Ik ben even benieuwd of we de hele plannen nu aan het bespreken gaan. Want dan heb ik ook nog even een andere inbreng. Of dat we de motie die ingediend wordt bespreekbaar maken. De heer Snijders. Het lijkt mij dit de taak van de voorzitter. Maar dat u hem helpt vind ik heel mooi van u, uw inzet. Ik onderbouw namelijk gewoon ons punt. Wordt ook door de voorzitter zeer gewaardeerd en ondersteund. Ja, er wordt met u meegedacht. Waar het natuurlijk om gaat is een bepaald moment. Als wij nu ja gaan zeggen tegen de HEMA op deze plek. Terwijl aan de andere kant het andere plan nog steeds niet echt van tafel is. Ja, dan creëren wij natuurlijk een situatie waarin wij uiteindelijk precies dat krijgen waar ik toen net tegen heb gepleit. De LTS is nadrukkelijk voor goede parkeergelegenheid. Ook uitbreiding daarvan. De winkeliers vinden dat ook. In feite wordt er nu mogelijk een winkel gebouwd zonder dat er in feite aan gewerkt wordt. Nou, al die punten bij elkaar maken dat wij de motie niet gaan ondersteunen. En ik kan er nog heel veel over zeggen. Maar dat doet wij vanavond zeggen, niet. Nee, ja. Dank u wel. De heer Nagy. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga geen betoog houden, maar ik hou het kort. Ik vind de motie wel sympathiek, maar ik hou wel door die vragen die de meneer Genuit aan de wethouder heeft aangesteld vorige maand, dat de vragen nog beantwoord moeten worden. En dan zie ik het verder. Dank u wel. Is de wethouder, er zijn een aantal vragen volgens mij gesteld of opmerkingen gemaakt. Heeft u nog behoefte om daar op dit moment op te reageren, sowieso een reactie te geven op de motie? Nou, misschien is het wel goed. Een aantal van u die heeft gezegd, het college, de wethouder, ga nou in gesprek met de ontwikkelaars. Wat mij betreft, maar ik kan spreken voor het hele college, hebben wij die opdracht eigenlijk in de vorige debatvergadering van u al gehoord. De pijlnota die gaf aan, twee plannen passen niet in de randvoorwaarden, maar ga nou met de ontwikkelaars om tafel om te kijken of die plannen of met elkaar in verband te brengen zijn, of er oplossingen te zijn met beide of met één van tweeën die wel passen binnen de randvoorwaarden. En als ze daar niet helemaal binnen passen, dat het op zichzelf wel oplossingen biedt voor het centrum, zeg ik er dan maar bij. Die gesprekken die zijn gaande. Er zijn nog niet oplossingen in die zin dat het allemaal gaat passen, maar er is wel sprake van een positieve grondhouding, kan ik zeggen. En tegelijkertijd hebben wij u in die debatraad aangegeven dat de richting die u daar hebt aangegeven, dat wij die gaan proberen te verwoorden in een plan van aanpak in de raadsvergadering van februari. Dus dat betekent dat u van ons in de februariraad, en hebben we ook nog afgesproken dat we dat niet helemaal doen conform alle aanleverdata, want dat gaan we natuurlijk niet redden. Maar dat u wel in de maand februari, gewoon in de raadsvergadering van ons een, ja, ik noem het maar even plan van aanpak, krijgt. Waarvan wij dan denken dat, we zijn natuurlijk niet in één keer dat we alle op kunnen strooien met oplossingen. Maar dat je wel kan zeggen, wat moet je nou op de korte termijn doen? Wat moet je op de middellange termijn? En wat is nou het doorkijken naar de komende 10 jaar? En dat dan ook nog in afstemming met de coöperatie. Want wij kunnen het wel steeds hebben over parkeernormen. Overigens is het natuurlijk niet zo dat alleen maar in Baren sprake zou kunnen zijn van achterhaalde parkeernormen. Dat zijn gewoon landelijk geldende normen die gewoon gaan per vierkante meter van supermarkt of per vierkante meter van de detailhandel of bij woningen. Die normen hebben we in Baren ook. Die eenzijdig loslaten vindt het college erg onverstandig. Want als je die bij één partij loslaat, ja, dan zeg ik maar, dan zul je ze bij een andere partij ook los moeten laten. Dan zou je kunnen zeggen, bouw daar wel maar supermarkten zonder daar parkeerplaatsen aan toe te voegen. Nou, het lijkt mij
erg onverantwoord. Dat we wel moeten zoeken naar oplossingen en moeten zoeken naar oplossingen om te parkeren. Ja, dat staat denk ik, nou ja, volgens mij vindt u dat allemaal. Dat je ook nog gelijk zou moeten kunnen beginnen met het herrichten van het parkeerterrein. Maar dan wel echt rekening houden als je daar dan niet genoeg parkeerplaatsen kunt organiseren. Waar doe je dat dan in het centrum? Binnen de straal van, zou ik maar zeggen. Nou, dat voorstel gaat u van ons in februari krijgen. Nogmaals, in afstemming toch met de coöperatie. Omdat ik denk dat alles wat je doet, ja, dat de winkelier moet gewoon en een goede winkel hebben, maar moet ook gewoon bereikbaar zijn. En als hij de klanten niet kan krijgen, dan gaat hij ook weinig verkopen. Ik denk dat ik hiermee een heleboel vragen of opmerkingen van uw kant daarmee beantwoord heb. Dank u wel. Dan de heer Stroom. Ja, voorzitter, wat is het advies van het college? Want dat is wel gebruikelijk bij een motie. U heeft gelijk. De wethouder. Nou, het advies zou zijn om niet op voorhand de parkeernorm los te laten, omdat je niet weet wat de consequenties daarvan zijn. Een aantal van u hebben het ook al gezegd. De HEMA verplaatsen hoeft niet per definitie alleen maar negatieve effecten te hebben. Maar we weten het niet, want we hebben daar nog niet onderzoek naar gedaan. Om dat nou op voorhand zo in te stemmen, zou wat ons betreft echt onzorgvuldig zijn en ook niet passend bij alle belangen die in het dorp spelen. Dus wij zouden hem ontraden. Dank u wel. Dan kijk ik naar de indiener van de motie, de heer Koudsta. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ja, de reacties van de diverse fracties nopen natuurlijk tot een korte reactie van mijn kant. In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik tevreden ben met de woorden uitgesproken door de fractievoorzitter van de ChristenUnie. En als we op deze manier met elkaar zouden discussiëren in de raad, dan zou het er wellicht een stuk beter aan toe gaan. En veel andere reacties heb ik toch een beetje haat en nijd gevoeld. Maar goed, meneer de voorzitter, laten we het daar niet te diep op ingaan. De heer Blokker, interruptie. Ja. Wilt u daarmee zeggen dat een discussie alleen ontstaat als u voorstanders heeft? Nee. Dan een interruptie? Nee, helemaal niet. Maar ik zou graag willen debatteren met elkaar op basis, zoals het vertrekpunt was bij de ChristenUnie. Dat je standpunten met elkaar deelt, dat je argumenten met elkaar deelt, zonder op voorhand al elkaar probeert af te slachten. Dat is wat ik wil zeggen. Maar goed, meneer de voorzitter. De heer Geurtsen en daarna de heer Luiten. Ik verbaas me over het feit, want dit is een motie en er wordt een reactie van ons verwacht. En we hebben in de debatavond, hebben we uitgebreid hierover kunnen discussiëren met elkaar. Dus dat hebben wij in ieder geval gedaan. En ik heb dat van andere partijen ook gezien. Het bevreemdt mij dat er nu om discussie gevraagd wordt, terwijl het nu gewoon alleen om een motie gaat die door de Bob ingediend is. De heer Luiten. Ja, dank u wel, voorzitter. De opmerking dat we hier zitten om elkaar af te slachten. Nou ja, als dat de manier is waarop de heer Koudsaan naar de raad komt, dan wil ik die woorden in ieder geval voor hem laten. Dat is in ieder geval niet de insteek die wij als VVD-fractie hebben. Wij trachten om goede besluiten te nemen die voor Baren toekomstbestendig zijn. En dat is niet om elkaar af te slachten, maar gewoon om te kijken hoe we met elkaar een gedegen besluit kunnen nemen. De heer Koudsaan. Meneer de voorzitter, ik wil heel kort even aangeven dat wij een consistent consistente gedachte hebben gehad op parkeerterrein Laanstraat. Wij hebben steeds gezegd een integrale herontwikkeling is wat ons betreft niet aan de orde. We hebben wel steeds gezegd dat er individuele eigenaren zijn die met een plan komen dat past binnen de schaal van de Baarnse maat. Dan zullen we dat plan steunen en het plan van Bastion BV is zo'n plan. Dat de meerderheid van deze raad, in casu ook het college, blijft vasthouden aan parkeernormen die zijn opgesteld. En dat mag dan landelijk zijn, maar goed, niet alles wat er landelijk gebeurt, dat kan ook onze goedkeuring wegdragen. Heer Snijders, bij kort interruptie. Beseft toch de fractievoorzitter van de Bob nou niet dat het om het gelijkheidsbeginsel gaat? In het verleden hebben wij een discussie gehad over de hoofdstraat, een bouwplan daar. Gaan we daar verstenen? Gaan we dat niet doen? Een van de argumenten was, als we daartoe staan, dan hebben we gewoon bij alle andere situaties met hetzelfde te maken. Wat u nu dus doet, is in feite ad hoc iets toestaan, wat je ook niet in villaparken zou toestaan, want dan zou dat een trend geven, of een recht, wat via de rechter zou kunnen worden afgedwongen. Dus uw zet die u nu heeft gedaan, is in feite, als het om beleid gaat, als het om structureel gewoon het dorp op orde houden, is dat eigenlijk een
een onverantwoorde zet zonder af te kaarten van wat de gevolgen daarvan zijn. En dat is in feite de inhoud van de kritiek op uw voorstel. De heer Koudstel. U vergelijkt appels met peren. Ik heb het niet over, wij hebben het niet over parkeernormen bij woningen, maar bij parkeernormen bij winkels. En als de meerderheid van deze raad niet in wil zien dat de wereld is veranderd daar waar het gaat om koopstromen, om middenstanders, om winkels, het winkelbezoek aan wat er plaatsvindt. Kijk, in heel veel gemeentes, meneer de voorzitter, wordt een dorpsmanager aangesteld. En niet om daar te vieren dat het allemaal zo goed gaat, maar om een oplossing te zoeken in het feit dat de wereld is veranderd. Het internet heeft zijn intrede gedaan. Ik denk dat ik tot de bijnaars behoor die een goed zicht heeft op wat er zich zo al beweegt door de Laanstraat. En als ik dat vergelijk. Meneer Snijders, bij interruptie. Ja, nogmaals, in 2011 zegt u, was het parkeerterrein nog vol, nu is het veranderd. Dat is desastreus voor de kwaliteit die we nu in het dorp hebben. En als wij als dorp geen potentie zouden hebben als winkelgebied, maar wij hebben een vorstelijke winkelstraat die wij mogelijk in stand kunnen houden, juist door dat parkeren ook op orde te houden of juist mogelijk te verruimen. Nou, op het moment dat je daar niet op inspeelt, weet je zeker dat wij een soort Beeldhovense geheel zouden kunnen krijgen, zoals zich daar. Zich nu ontwikkelt. Dus we moeten gewoon van onze kracht bezig zijn. Bent u daarmee eens? Ja, ik hoop dat mijn collega dat het gehoord heeft, nou, de heer Koudstel. Dat probeert de motie nou juist tot uitdrukking te brengen. Namelijk positief ingaan op het plan van Bastion. Want dat zou een versterking kunnen betekenen voor de winkelstraat Laanstraat. De heer Luiten, bij interruptie. Ja, ik pak nog eventjes bij, want ik vind het altijd aardig. De heer Koudstel die heeft een techniek om altijd met veel woorden theater en zijn eigen mening te ventileren. Want alles wat hij zegt, dat is de waarheid. Want hij weet namelijk wat er precies door de Laanstraat beweegt. Nou, ik loop ook regelmatig door de Laanstraat en ik weet wat er ook loopt. Maar wat ik nou eigenlijk heel aardig vind, als ik kijk naar de officiële Twitterpagina van de Bob. Daar wordt op een gegeven moment ook weer gezegd van de oplossing voor de Laanstraat is niet nog meer winkelruimte creëren, maar variëteit. Waar is nou die consistentie waar u het net in uw betoog over had? Want die kan ik dus echt niet meer vinden in uw hele verhaal. De heer Koudstel. In de toekomstvisie 2030, meneer de voorzitter, die wij overigens niet hebben onderschreven, staat dat de winkels in Baren zich moeten gaan concentreren in het zogenaamde haltemodel. De Brink, tussen de Brink, dat moet een cultuurplein worden met wanden en theaters, terrassen, nou ja, meer van dat soort utopische voorstellen. En het parkeerterrein Laanstraat moet een koopplein worden, waar het ook aangenaam parkeren is. Daartussenin gaat dus het winkelgebied zich voltrekken. En als we dat in stand willen houden, wat er dan nu, nou ja, wat eigenlijk al niet meer is, want het winkelgebied is niet meer het winkelgebied van 10 jaar geleden. De HEMA kan daar in de Laanstraat een stimulans betekenen. Dat is wat wij zeggen. En we kunnen nu de hele avond de heer blijven praten. En daarna de heer Blokker bent terug. Ja, dan heeft de heer Koudstel dus blijkbaar niet geluisterd naar datgene wat ik in de eerste termijn heb gezegd. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat het verplaatsen van de HEMA die toegevoegde waarde heeft die u veronderstelt. Ergo, wat nog vele malen erger is, wij hebben in juli 2013 een motie ingediend namens D66, PvdA en CDA en de VVD. En wat geschiedde, de heer Hazeu, een van uw fractiegenoten die helaas niet aanwezig is, die schreef van, goh, waar u mee bezig bent is de doodsteek voor de Brinkstraat. Hetgene wat u nu doet, is exact hetzelfde. Dus u verwijt de pot en de ketel dat ze verschrikkelijk zwart zijn. De heer Blokker. Ja, de heer Koudstel, het is geen debat, raad overigens, maar nu we toch bij elkaar zitten. Nou, maar we houden de interruptie kort, meneer Blokker. Ik hou me even kort, maar ik ben toch wel benieuwd naar de opvatting van de Bob wat betreft alle wensen en visie van de coöperatie. Ik heb dat in mijn eerste betoog ook naar voren gebracht. Want ik hoorde heer Koudstel noemen, parkeerplaatsen extra, dat is helemaal niet nodig. Terwijl ik in alle informatie die ik van de coöperatie krijg en de gesprekken die we hebben gevoerd, juist dat een punt is van kijk naar de parkeernormen en breid het uit. Want ook wat de wethouder in haar antwoord gaf, zonder uitbreiding is het de doodsteek, komen er geen mensen naar Baren en dan is het paard achter de wagen spannen. Dus korte vraag, hoe kijkt de Bob aan tegen de wensen en visie van de coöperatie? De heer Koudstel. Dat mogen wel helder zijn, wij kijken daar dus anders tegenaan.
Wij geloven niet dat als je het parkeerterrein verdubbelt, dat daardoor het aantal bezoekers aan het centrum van Baren ook zal verdubbelen of verdrievoudigen. Het parkeerterrein biedt op heel veel plekken in de week voldoende ruimte om te parkeren. Alleen op een aantal piekmomenten, dan verwijs ik ook naar het verhaal van de heer Van der Meer, waar de fractievoorzitter van D66, meer Vermeer geloof ik, hè, ja, aan refereerde in de Baarnse Krant, waar dat ook nog eens een keer exact werd vermeld. Dat was trouwens ook een visie die wij al jarenlang propageren. Dat is niet iets van vandaag de dag. Maar meneer de voorzitter. Blokker, bij interruptie. En daarna wil ik eigenlijk voorstellen, want we zijn met een motie bezig waar in de eerste termijn de motie met emotie, dat is zeker. Maar geen demotie is, voorzitter. Maar dan om te komen tot een afronding van dit stuk. En dat we de motie daar ook in het stemmen brengen. Interruptie van de heer Blokker. Ja, want ik ben toch wel even benieuwd en ik denk ook andere mensen, en zeker op de publieke tribune. Ik begrijp goed dat de Bob dus het overleg met de coöperatie een punt achterzet, sterker nog, een streep doorheen zet en daar geen enkele waarde aan hecht, want men heeft de kennis in huis om te constateren dat parkeerplaatsen uitbreiden niet aan de orde is. Even voor mijn beeld, en ik denk ook voor het bestuur van de coöperatie helder is, dat Bob daar geen prijs op stelt, vraagteken. De heer Koudstel. Het heeft natuurlijk niets te maken met geen prijs opstellen. Het heeft te maken met verschillende inzichten. Wij delen het verhaal van de centrumwinkeliers niet aangaande het aantal parkeerplaatsen. Dat is gewoon zo. En ik vind dat dat ook moet kunnen. Waarom zou dat niet mogen? En, dan, de heer Luijten nog bij interruptie. Dat is de laatste, of ik moet nog een keer uitgedaagd worden. Dan wil ik in ieder geval de heer Koudstel toch eventjes zijn spectrum wat laten verbreden. Kijk even in Bunschoten, kijk in Soest, kijk in Eemnes. Wat gebeurt daar? Daar worden voldoende parkeerplaatsen gerealiseerd dat mensen boodschappen kunnen doen. Dus waar mensen vroeger naar Baren kwamen omdat het een gezellig en vorstelijk dorp was met parkeerruimte, is die parkeerruimte op dit moment onvoldoende en de aantrekkingskracht van het centrum te weinig. Wij pleiten ervoor, zorg ervoor dat die parkeer samen met de coöperatie, en in ieder geval dat standpunt delen wij volledig, zorg ervoor dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Dat zorgt ervoor dat die regionale functie van Baren, die zo van belang is om de toekomst van dit dorp gewoon te handhaven. De heer Koudstel. Ja, blijf in herhaling vallen, meneer de voorzitter. Wat ons betreft, wij kijken anders tegen de parkeernorm aan. Nou, klaar, helder, duidelijk. En we hebben daar een motie over ingediend. En die motie die brengen wij in stemming, al was het alleen maar voor de helderheid. Tot zover, dank u wel. Dank u wel. Dan denk ik dat we die motie inderdaad. De heer. Dat kan. Ga uw gang. Voorzitter, na deze hele discussie lijkt me nog maar één ding van belang. Is dat we snel aan de gang gaan met die winkeliers, met de omwonenden, om iets voor elkaar te krijgen. We kunnen natuurlijk heel lang elkaar hier zwarte pieten toespelen, terug naar het verleden kijken. Maar ik roep al 4 jaar van, laten we nou wat gaan doen, want dit schiet niet op. Dank u wel. De heer Snijders. In ieder geval, als de motie in stemming wordt gebracht, houdt het in dat in ieder geval een jaar lang dit voorstel niet aan de orde meer komt, want het is weggestemd. Als we daar nog in wilt brengen, ook gezien de onderhandelingen die gaande zijn, dan kan u dat doen. Maar, de heer Koudstel, gaat u nu even een stap te veel. Dit is gewoon een motie, er ligt geen voorstel voor, dus dat staat even los van wat u nu zegt. Want dan kan je alles blokkeren met een motie. Dat zou een hele bijzondere situatie zijn. Er zijn wel een paar moties om in te dienen. Dat is gewoon niet aan de orde. Nee, dat is niet aan de orde. Goed, heeft er iemand nog behoefte aan een tweede termijn? Zo niet, dan breng ik de motie in stemming. Want dat is het verzoek van de indiener. De VVD. Tegen. De Bob. Voor. CDA. Tegen. D66. Tegen. PvdA. Ja, een korte aanvulling op het tegen zijn. Dus dat wij content zijn met de positieve grondhouding van de ontwikkelaars. We vinden het overigens in deze discussie een toepasselijke woordspeling. En zijn dus tegen de motie. Dank u. GroenLinks. Tegen. ChristenUnie. Tegen. Stemverklaring. Yes. Wij zijn tegen. Wat ons ook, wat nu gewoon blijkt, als ook de Bob creatief wordt, zoals in het verleden ook de coalitie met een aantal zaken, ja, dan, 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 dan,
dan is het toch niet helemaal onderbouwd. En dat vinden we heel erg jammer als LTS. Wij zouden hen graag willen helpen om mee te denken. En in, als zodanig hebben we ook de, van tevoren al deze motie ontraden. En u bent laten tegen. We naar elkaar luisteren. Goed, ben Agi. Ja, ik ben ook met een stemverklaring. Ik ben blij dat de wethouder daar initiatief gaat nemen en gesprek aan te gaan. Dus ik ga tegenstemmen tegen de motie. Dank u wel. Het initiatief is al genomen door de wethouder. De gesprekken lopen al. Dan is de motie verworpen met 15 stemmen tegen en 2 stemmen voor. En daarmee kom ik ook aan het einde van deze vergadering. Ik sluit de vergadering. Bel thuis. En er is uiteraard nog gelegenheid tot een drankje.